Mijn naam is Ingrid van der Veeken. Dit is mijn laatste boek, Wat overblijft. Ik heb uiteraard elk woord van dat boek zelf geschreven en toch kijk ik daar nu naar met een zekere verbazing. Het is een boek over het huis waar ik een halve eeuw in heb gewoond en dat ik nu verlaten heb. Over het afscheid ook van een dierbare jeugdvriend die ik nog veel langer kende dan ik dat huis kende. Het was een best heftig jaar dat ik in dat boek beschrijf. En als ik daar nu met zoveel verbazing naar terugkijk, dan is dat omdat er zoveel in dit boek komt waarvan ik denk dat het nu voor heel veel mensen met nog meer hevigheid aanwezig is. Het is een boek over een huis en het belang daarvan en wat dat betekent voor mensen. Het is een boek over wat er overblijft van een wereld zoals we hem gekend hebben, een wereld die nooit meer dezelfde zal zijn. Het is een boek uiteraard ook over afscheid, een afscheid dat nu voor zoveel en zoveel hartverscheurender is. Maar het is ook een boek over de waarde van hele kleine dingen en dat je die moet koesteren.